Goedenavond. Goedenavond, heer Schootstra. Zijlstra. Ja. En consorten. En consorten. We zijn hier namens dorpsbelangen. Ja. En is de voetbal op pauze? Ja. Nee, net op pauze. Maar dat interesseert me net zo veel. Wie in wat vrij? Aha, van waar? Dit. Omdat je een flinke troszetter bent. Ja, dat valt wat aan toch? Maar misschien is het wel even afvragen. Ja, jongen, kom verder. Ja, Bosbom. Ik kom net langer als 10 minuten. Ja, dan maakt het niks uit. Kom terug. We zijn live, ja. Dorpsbelang besticht 124 jaar en hier rijdt iedereen de troszettersprijs uit. En dan kan een meisje genomineerd worden die een protte doen voor de meerskip. En dit hier is toen genomineerd. Tjoh? En toch het bestuur unaniem gekozen. Omdat toen al een aantal jaren een hele goede actie door was. Ja, nou. En toen had je daar om de hier ook zo'n toe is daar ook helemaal voor de voedselbank. Ja, alles opteld. En dan doorst het nou voor het. Hoe valt het hier? Dit weer 50 hier. Dat is een grote geld. Daar had je heel veel banaan voor Rombracht, zeg. Ja, dat had ik wel hard op banaan voor Rombracht. Maar het kreeg dit hier even een extra boost toen collega's wat banaan beschikbaar stelden op een veiling, op een afslag. En die werd verkocht en die had ze toen dat geld had ik zag contant gekregen, zeg maar. Dus dan, dat woont mij een paar 100 kilo en de banaan binnenjoerde. Dus dan komt er in één keer, ik weet niet meer eens het bedrag, maar dan 2400 euro komt er bij. Dus en hoeveel is de eer weer? 50 euro. En hoe best er ooit opkwam, hoe dacht ik nou? Ja, in 2012, toen had ik voor Alp de 6 geld inzamelen. Dan vroeg de Kankerstichting om geld mij te nemen naar de berg, zodat mij het wel maast. En toen weer kreeg ik het visje en ik denk dat ik een haal verkeep je. En dat wie op zich wel dat positief ontvangen terug erin. En dan kijk ik een mooi bedrag mij dan. En toen wil ik met de Christen die meesten die me helpen gaan ter een poetsje aan te nemen. Die wil ik bedanken mij een gratis poetsje kunnen halen. Maar toen kreeg ik wereld in de hand van ziet je maar mijn broer doen. Ja, en ik zit het ook helemaal net, dus ik denk nou, dat eerste tientje, nou, die komt zelf ook wel op. Maar toen kreeg ik bij de volgende wereld en bij de tredje kreeg ik wereld. Ik denk van bliksem, nou mag wel. Ja. Dus toen hebben we wat ontdubben best van wat voor goede doel, want er zijn natuurlijk volgens mij goede doelen. Maar we hebben wel aardig dat de meesten die vinden het wel prettig dat het nou hier wat in de buurt spendeerd wordt. En dat het naar het boetelang geeft mij het idee van we zullen er niks van en we hadden niks om. Ja. En als dan zus toevallig een meesten hier, wie hier ook een meisje kennen. Ja. Voor de voedselbank kozen en iedereen tevreden. Dus en dat voelde ook precies een profiel van een troszetter. Dus vandaar dat wij hier de oorkonde hadden, die stoel in de kamer ophingen meest. Ja. Van Peter Schootstra, de troszetter. Nou, geweldig. Van 2018. Dan dank ik iedereen voor de stemmen. Het is onzin, want het is leuk om te dwanen en het is... Net zo beschijn, hè? Nee, maar dat is gewoon. je hebt daar bijna zelf in mij. En de komende tiers gaan we namelijk de eervergadering van Dorpsbelang. Omdat de commons gebeurd is, dus toen dan op zee zit. Ja. Dachten we van dan neem ik een vorm in het filmkoop. Ja, heel goed. En dan lidden we dat zijn in de zaal om een meisje die... Nou meisje, tieren dank. En tot de Christ, dan kom ik weer helpen. Samen dacht ik. Super, hè? Fantastisch. Ja. Helemaal goed. Nou ja.